Ja, Pieter, vandaag een enorme afstraffing. Had je deze zien aankomen? Nee, zeker niet. Voor mij, als je eerst al erbij pakt, dan hadden we niet het verloop van de tweede helft voorspeld. Ja, wel het verschil de eerste en tweede helft, maar ik weet, over de eerste helft was je ook totaal niet tevreden. Nee, zeker niet. Als je kijkt hoeveel mogelijkheden wij weggegeven hebben, eerste helft, 4-5 mogelijkheden, dan is dat niet goed. Met een enorme donderspeech probeer je het tijd aan te keren. Verwacht je een andere tweede helft en dan gaat het gigantisch mis in de tweede helft. Ja, voor mij binnen 10 minuten, een kwartier, stonden voor mij 0-2-0-3. Er was een wedstrijd gespeeld en volgens mij hebben ze in de rust niet goed geluisterd. Want volgens mij was ons probleem de eerste helft de lopende mensen vanaf middenveld. En volgens mij scoorde 15-18 de tweede helft vrij snel uit lopende momenten. En ja, dat stond gewoon niet goed, heel simpel. Nou komt er in zo'n tweede helft ook een stukje mentale weerbaarheid kijken. Ik dacht dat Rijnsburgse Boys dat wel bezat. Ja, maar goed. Ik hoorde ook net journalisten vragen, ja, mentale weerbaarheid en moeheid en dat soort dingen. Maar als je snel 0-2, 0-3, 0-4 achterkomt, dan is de wedstrijd gespeeld. En ja, dan is het logisch aan de miek van de spelers te zien dat het pijn doet en aankomt. En dan zijn sommige gedragen zich anders. Toen het 3-0 werd, dacht je het is een gelopen koers vanmiddag? Nou, dat niet. Kijk, het kwam niet goed uit de wissels, want we wilden geen aanval ontwisselen. Volgens mij 1 minuut daarna scoorden hun de 0-2 of 0-3 aan mijn hoofd. En ja, dan gaan we heel veel ruimte weggeven. En ja, hun deden het fantastisch. En hun speelden de lange bal en lopende mensen en daar hadden wij moeite mee. Heel raar ook, vorige week waren we nu natuurlijk ook niet tevreden over de 1-1 tegen Kallink HFC. Dan zou je verwachten, vandaag gaat het totaal anders en dat komt dan totaal niet uit. Dat is ook een enorme tegenvaller. Nou ja, het voordeel van vorige week, van vandaag is dat we volgens mij 4-5 goede kansen hadden. Eerste helft. Volgens mij vorige week hadden we volgens mij 4 keer op goal geschoten en geen kans. Dus dat is wel. Alleen nu gaven we veel te veel kansen weg. En dat hoort natuurlijk bij een bepaalde manier van spelen. Maar dit waren natuurlijk momenten dat je gewoon met je tegenstander niet meeloopt. En dat je gewoon de man in je rug laat weglopen en denken, nou prima, die bal komt niet aan. Ja, dan word je door hun afgestraft. En de AFC heeft gewoon een goede ploeg. Dat heb je ook gezien in de omschakeling, levensgevaarlijk. Ik kan me ook voorstellen dat je gaat alle spelers beoordelen. Ja, dan heb je heel wat spelers te spreken komende week. Ja, als je praat over voldoende scoren, dan waren er niet veel vandaag. Maar we moeten wel verder. Nee, zeker. Ik heb vorige week gezegd, ook in de nabespreking, een wake-up call. En voor sommigen is de wake-up call nog niet optimaal. Dus maandag gaan we dan even analyseren. En de individuele gesprekken komen zeker aan orde. Ik kan nog wel een positief punt noemen. Na de laatste uitglijer, dat was uit bij Katwijk, brak die hele goede serie aan van 10 wedstrijden waarin je er 9 won. Nou, de komende serie bestaat uit 16 wedstrijden. Hoeveel wil je daarvan winnen? Nou, laten we eerst VVSB volgende week winnend afsluiten. Want deze ploeg heeft natuurlijk een overwinning nodig. En zoals elke ploeg, na een teleurstellende twee wedstrijden die we gespeeld hebben tegen Koninklijke HFC en vandaag. Want die waren gewoon niet goed. Waren niet goed genoeg in ieder geval om resultaat te halen. Dus we moeten echt volgende week, en het is een derby. Dus als ze dan niet wakker zijn, dan weet ik het niet. En dan wordt het nog live uitgezonden op de tv, hè? Ja, maar goed, daar zal de jongens niet veel mee te doen hebben, want dat merk je niet in de wedstrijd. Maar we gaan maandag even goed analyseren met ze.